Zo te zien hoef je alleen maar op de knop te drukken van het speelgoed wat je wil en dan maakt de machine het. Oh, dan druk ik op deze knop hier. De machine heeft een vliegtuigje gemaakt. Wow, fantastisch. Hé, hey, vliegtuigje, wacht op ons. Oh, moet je dit zien, Karsje? Het lijkt wel een soort speelgoedmachine. Een speelgoedmachine? Maar let goed op, wat je ook doet. Je mag niet op de rode knop drukken. Sorry, ik hoor je niet, Pikkel. Ik ben op deze rode knop aan het drukken. Oh, nee. Hoehoe, moet je kijken. Hij heeft een speelgoedtrein gemaakt, een speelgoeddinosaurus en zelfs een speelgoedoctopus. Oh, maar dan komen er dus helemaal geen gekke dingen uit die machine als je op de rode knop drukt. Alleen maar leuke kleine speeltjes. En die worden groter en groter en groter. Uh-oh. Door te drukken op de rode knop maak je dus reuzenspeelgoed. Wow. We moeten hier weg. Wieldoppen, waar komt al dat kabaal vandaan? Oh nee, kijk. Reuzenspeelgoed. Oh nee, hoe komen ze zo groot? Iemand moet op de rode knop van de speelgoedmachine hebben gedrukt. De enige manier waarop je ze kunt laten krimpen is door op de groene knop te drukken. Kijk, op al het speelgoed zit een groene knop. We moeten het speelgoed zien te vangen. Dan kunnen we ze met die groene knop laten krimpen. Yeah! Ja, doen we! Reuzenspeelgoed, we komen achter jullie aan! Allee! Een reuzenspeelgoeddinosaurus! Dinosaurus. Hij loopt dwars door de vuilnisbelt. We moeten op zijn groene knop drukken om hem te laten krimpen. Die kant op. Wow. Oh nee, wat een enorme berg vuilnis. Als we de speelgoeddinosaurus willen pakken, dan moeten we eerst over die berg zien te komen. Ik weet al wat we nodig hebben. Namelijk een vuilverdichter. Ja, vuilverdichters banen zich een weg door het afval. Ze rijden er met hun grote, dikke banden overheen en persen het vuil samen. Oh yeah! Ik ben een vuilverdichter. Monstertruck! Wow! Ziet er goed uit, vuilverdichter Blaze. Dan kunnen we nu het vuil pletten. Woehoehoe! Oh, goed zo! Yeah! Het is je gelukt, Blaze! Je hebt het vuil geplet. Kijk, daar gaat de reuzenspeelgoeddinosaurus. En achteraan, voordat hij weer ontsnapt. Zeg het als de dinosaurus met zijn staart zwaait. Dan kan ik het vuil pletten wat hij naar ons toeslaat. Als je de dinosaurus met zijn staart ziet zwaaien, roep dan zwaaiende staart. Zwaaiende staart! Een klus voor de vuilverdichter. Maar een klein stukje en dan kunnen we op zijn groene knop drukken. Als je de dinosaurus met zijn staart ziet zwaaien, roep dan zwaaiende staart. Zwaaiende staart! Je actie, Blaze. Nu is het mijn beurt. Elektrische lading! Joehoe! Oh, het is gelukt! De speelgoeddinosaurus is gekrompen. Oh, je bent eigenlijk best wel schattig nu je geen rommel meer kunt maken.
Oké, familie. Klaar om te racen? Oh ja! Oeh, reken maar! Mijn eerste race! Dit is zo spannend! Ha! Nou, juich maar niet te vroeg, familie Blaze. Want iedereen weet dat ik deze race ga winnen. Dat zullen we nog wel eens zien, Crusher. Toch, familie? Juist! Zeker weten! Ik wil racen! Op jullie plaats! Klaar voor de start! Ah! Oh, ik kan die familie Blaze toch zeker niet zomaar van me laten winnen? Er zit niets anders op dan nog een keer vals te spelen. Maak een taco-werpende robot! Taco, 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 taco! Wow, kijk uit! Wow, kijk uit! Wieldoppen, dat zijn nog eens grote taco's. Er moet een manier zijn om langs die robot te komen. Ja, we geven niet op. Wacht eens, familie. Ik heb een idee. Vertel op, Blaze. Wat nou als we een heel krachtige machine bouwen die grote taco's voor ons weg kan slaan? Ja, en ik weet wat voor machine grote, zware dingen weg kan slaan. Een kraan met een sloopkogel. Ik ben een sloopkogelkraan. Monster truck! Wow. Ziet er goed uit, Blaze. Bedankt. Stap maar in, AJ. Ja, kom maar op met die taco's. Taco! Mooi, Blaze. Bedankt, familie. Kom, we gaan verder. Blaze, kijk! Taco, taco! De robot gaat nog meer taco's werpen. Taco, taco, taco! Taco, taco! Wieldoppen, dat zijn er een boel. Hoeveel taco's zullen we van ons af moeten slaan? Ik weet al wat we moeten doen. We kunnen schatten. Ja! Hoeveel taco's schat je dat dit zijn? 4 of 8? 4! Dan zullen we dus 4 keer moeten slaan. Haha, zo te horen kun je wel wat hulp gebruiken van... Sloopkogelkraan, mama! Oké! Mooie actie! En kijk, we zijn bijna voorbij de taco-werpende robot. Taco! Maar hij gaat nog een keer werpen! Taco! Schat hoeveel taco's het deze keer zijn. 5 of 10? 10! Ja! 10 taco's? Nou, dan moeten we flink van ons afslaan. Wees niet bang. Sloopkogelkraan Sparkle komt eraan. Yeah! Woehoehoe! Oké! Wow. Woehoehoe! Woehoehoe! Niets houdt ons tegen als wij samenwerken. Want wij zijn de... Familie Blaze! Wieldoppen! Crusher is al bijna bij de finish! Komt goed, familie. We kunnen hem nog verslaan. Want wij hebben iets wat geen enkele andere familie heeft. Lichtsnelheid! 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 Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Oh, ja! Oh, wow! Crusher rijdt nog steeds aan kop, maar Blaze en zijn familie komen dichterbij! Ik ben echt trots op ons. Ja, ik ook. Dat was nog eens lekker racen. En het mooiste is, we deden het samen. Als een familie. Oh.
Oh nee, hoe komen we nu aan de overkant van deze rivier? Hey, ik weet het. Laten we een brug bouwen naar de overkant. Goed idee. Ik maak een bouwtekening. Onze brug moet er zo uit komen te zien. Met dragers, metalen balken en houten platen. Mooi ontwerp, AJ. Maar waar vinden we de onderdelen om mee te bouwen? Ik denk dat ik het weet. Kijk, er drijven materialen in de rivier. Ja! Yeah. Die zijn perfect. Nu hoeven we alleen maar uit te zoeken welke stukken we nodig hebben voor onze brug. Eens kijken. Om het eerste deel van de brug te bouwen, hebben we een drager nodig en een houten plaat. Kijken jullie met ons mee? Welke groep heeft één drager en één houten plaat? Die daar, ja! Oké, jongens. Laten jullie het hijsen maar over aan Starla. Met haar hijsenaankracht. Jip, jip, hiha! Heskan, Starla. Bedankt, jongens. En wat nu? Nu bouwen we het midden van de brug. Wat we daarvoor nodig hebben is één metalen balk en één houten plaat. Welke groep heeft één metalen balk en één houten plaat? Die daar, ja! De onderdelen zijn onderweg! We zijn er bijna. Nog een paar onderdelen en dan kunnen we het laatste stuk van de brug bouwen. En we hebben nodig één balk, één drager en twee platen. Welke groep heeft één balk, één drager en twee platen? Die daar, ja! Gebouwd hoor, Starla. Ach ja, je weet het. Het is echt waar. Met een goed team krijg je het voor elkaar. Teken, teken, een kistenplan. Voordat je iets gaat bouwen, maak altijd eerst een plan. Maak eerst een tekening. Schrijf instructies en creëer een diagram. Hoe groot of klein gaan de muren straks zijn? Alles passen moet. Teken, teken, ga je bouwen, hey. Maak eerst een plan. Teken, teken, voordat je bouwt begin je steeds met een plan. Teken, yeah! Oh nee! We moeten iets bouwen waarmee Crusher en Pickle naar beneden kunnen. Snel, we maken een bouwtekening. Wat nou als we iets hoogs maken? En iets glads, zodat Crusher en Pickle naar beneden kunnen glijden. We bouwen een superhoge glijbaan. Help! Help! We moeten opschieten. We moeten die superhoge glijbaan supersnel bouwen. Het is tijd voor lichtsnelheid. Yeah! Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep dan Knalleblaze. Bedankt. Toverstok. Oh.
Oh, maar ik mag Pikkel's toverstok niet pakken zonder te vragen. Ach, voor één klein trucje dan. Ik bedoel, wat kan er fout gaan? Even denken, wat was die toverspreuk ook alweer? Dat was... ik weet het! Abraka, paarse popcorn pyjama! Wacht, dat klopt niet. Dat is vreemd! Mijn ballon is veranderd in heel veel ballonnen! En ze nemen me mee de lucht in! Watson de Peppers! Die koespaghetti verandert in... een spaghetti-tornado! Oeps, dat ging niet zoals ik wilde. Nou ja, er is in ieder geval niets met mij. Alle moeren! Kijk, onze vrienden! Ze zijn in gevaar! Oh nee! Iemand heeft mijn toverstokje gepakt en de verkeerde spreuk gebruikt! Rustig maar, Pikkel. Ik ken iemand die de toverspreuken kan herstellen om onze vrienden te redden. Echt waar? Wie dan? Pikkel de Geweldige! Pikkel de Geweldige? Ha! Dat ben ik! Kijk, dat is Crusher! Hou vol! Die grote pompoen heeft de achtbaan kapot gemaakt. Slotbout, we moeten de baan repareren als we Crusher willen redden. Snel, we gaan meten. We leggen de meetlat bij het begin van het gat in de baan. Nu volgen we de cijfers tot het eind van het gat. Daar, bij het cijfer 4. Dat betekent dat we een stuk nodig hebben van 4 meter om de baan te repareren. Dat is een klus voor mij en mijn toverstok. Abraka! Ik heb heel veel stukken gemaakt. Nu gaan we kijken welk van deze stukken 4 meter lang is. Welk stuk loopt precies tot het cijfer 4? Het paarse stuk, ja! Het loopt precies tot daar, tot het cijfer 4. Om dat laatste stuk achtbaan te repareren, hebben we wel een heel groot stuk baan nodig. We hebben een stuk nodig van 7 meter lang. Op hoop van zegen, Abraka Pikkel! Welk stuk is 7 meter lang? Het blauwe stuk, ja! Nu kan ik eindelijk mijn beste vriendje Crusher redden. Voordat hij van het eind van de achtbaan afrolt. Om Crusher te redden, moeten we supersnel zijn en lichtsnelheid gebruiken. Wow! Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... knallen, Blaze! Zeg me bij de toverspreuk. Roep Abraka Pikkel! Abraka Pikkel! Crusher! Je bent veilig! Wat ben ik blij om je weer te zien, zeg. Gaat het wel een beetje, Crusher? Ja, het spijt me dat ik zonder vragen je toverstok heb gepakt. Ah, dat geeft toch niet? Maar de volgende keer moet je het vragen. Dan kunnen we samen de toverspreuk uitspreken voor iets heel erg leuks. Zoals dit. Abraka Pikkel! Abraka Pikkel, Abraka Pikkel. Met mijn staf tover ik, het maakt niet uit. Iets heel grappigs, het is groen. Dat kan springen op een schoen. Iets niet te heet, maar wel goed eetbaar is oké. Abraka Pikkel, Abraka Pikkel. Abraka Pikkel, toverij! Doe de laatste!
halen van mijn bal, zeg. Graag gedaan. Dat is aardig van je, zeg. Ja, yeah. En dan gaan we nu met de achtbaan. Okidoki. Zeg, pak even kaartje en... Oh, wind heeft kaartje weggeblazen. Wieldoppen. Hij waait met de wind het pretpark uit. Richting Exelstad. Hey, Ron, dat kietelt. Hey, wie heeft het licht uitgedaan? Huh? Oh nee, we zitten vast. Zack, ook vast. Help! Hoe komen we hier uit, Blaze? Deze container is supersterk. Misschien breken we onszelf hieruit met iets wat een grote botsing kan maken. Ja, dat kunnen we doen met een slaghamer. Een slaghamer heeft een deel dat heel snel vooruit schiet en daarmee hele krachtige botsingen maakt. Kom op, dan veranderen we mij nu snel in een slaghamer. Eerst maken we de hamerkop. Dat is het onderdeel waarmee je slaat. Om de kop te maken, roep kop, kop! En dan maken we nu de zuiger. Daarmee schiet je de kop naar voren, zodat het hard kan slaan. Om de zuiger te maken, roep zuiger. Zuiger! Goed zo! Nu hebben we alleen nog een luchtcompressor nodig. En daarmee krijgt de slaghamer de kracht om snel te slaan. Om de luchtcompressor te maken, roep luchtcompressor. Luchtcompressor! Oh ja! Ik ben een slaghamer! Monster truck! Oké! Goed, om nu een grote botsing te maken, zodat we uit de container kunnen komen, roep botsing! Botsing! Woehoe! Oh yeah! Yeah, het is ons gelukt! We zijn uit de container! Zack, waar ben je? Zack, in een groene container onder twee rode containers. Waar zien jullie een groene container onder twee rode containers? Daar staat hij. Eén botsing komt eraan. Yippie! Lee, Zack uit container gered. Bedankt, bedankt, bedankt. Graag gedaan, Zack. Jongens, kijk. Daar gaat het Dino-achtbaankaartje. Kaartje mag nu niet wegraken. Kaartje! Hoera! Yippie! We zijn voorbij de bessenwerpers. Oh, kijk. Dino-achtbaankaartje ligt nu in taart. Oh, maar die taart gaat richting de oven. Kaartje! We moeten dat kaartje te pakken zien te krijgen voordat hij in de oven verbrandt. Het is tijd voor wat lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg, knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Kaartje gered! Alsjeblieft, Zack, hier is je kaartje voor de Dino-achtbaan. Kaartje, alstublieft. Hier kaartje voor Zack en vrienden, Zack. Veel plezier! Hou je goed vast, allemaal, want daar gaat Dino! Oepsabloepsie! Wow!
Zack heeft spaghetti haar! Wow! Stuiterende panden! Niet stoppen! Nog maar één toefje glazuur en voilà! Zack! Die stuiterende dino-truck gaat recht op mijn taart af! Hou hem tegen! Slotbout, we moeten die banden tegenhouden. En snel ook. Dit is onze laatste kans om adhesie te proberen. Ik heb een idee. We proberen sneldrogend cement. Ja, cement is heel goed voor adhesie. Want als het droogt, wordt het superhard. En om cement te maken, gebruiken we een cementmixer. Kom op, met jouw hulp veranderen we mij in een cementmixer. Eerst hebben we een spiraalmixer nodig die de ingrediënten door elkaar roert. Om die te bouwen zeg je spiraalmixer. Spiraalmixer! Mooi! Dan hebben we een draaiende trommel nodig die de ingrediënten vasthoudt en ze nog beter mengt. Zeg draaiende trommel! Draaiende trommel! Tot slot hebben we een verlenggoot nodig om het beton te storten als het klaar is. Zeg verlenggoot. Verlenggoot! Ik ben een cementmixende monstertruck! Kom mee, Blaze. We moeten opschieten en dat cement storten. Wow, Zack, bijna bij bakkerij! Wow. Het cement is gemixt en klaar om te storten. Jij kan me helpen. Dit is onze laatste kans om de stuiterende banden te stoppen. Roep, stort het cement! Stort het cement! Zijn de banden gestopt door het cement? Ja! Woehoehoe! Ja, te gek! Niet meer bonkjes stuiteren! Ah, we hebben het stuiterprobleem net op tijd opgelost. Nu weten we dus. Sneldrogend cement heeft genoeg adhesie om stuiterende banden te stoppen. Dankjewel, Blaze en AJ. Jullie Zack redden. Ah, graag gedaan, makker. Zullen we dan nu maar een paar andere banden voor je gaan halen? Ja. Banden die niet stuiteren. Zack vindt dat goed idee. Heel goed. Alsjeblieft, Zack. 4 gloednieuwe banden. Hoe voelt dat nou? Nieuwe banden, goed! Kijk! Niet stuiteren! Wee! Hey Blaze, wat gaan we doen met de superstuiterende banden? Ik weet wel hoe we daarvan af kunnen komen. Wacht even, Reese! We hebben iets voor je om te recyclen! Komt in orde! Goed bedacht, Blaze. Nu hoeft niemand zich ooit nog zorgen te maken om die stuiterende banden. Bedankt voor je hulp, Reese. Oh, niks te danken, hoor. Toedaloo, stuiterende banden! Zack! Wee! Kom op, team. We zijn al bijna bij de bouwwedstrijd. Hey, hey, hey. Oh. Hoe komen we van deze besneeuwde heuvel naar beneden? Ik weet het. We kunnen sleeën bouwen om van de heuvel te glijden. Ja, daarvoor moeten we sleeën bouwen die groot genoeg voor ons zijn. Sleeën met een lengte van 4 meter. Hey Zack, heb jij stukken van 4 meter lang? Zack denkt ja! Mooi! Let op, we gaan meten. Welk stuk heeft een lengte van 4 meter? Het blauwe, ja! Dat gaat tot het getal 4 op onze meetlat. Kom op, team. Dan bouwen we wat sleeën.
grote bouwwedstrijd. We zijn er bijna, maar we kunnen daar niet naartoe rijden. Maar wacht eens, wat we wel kunnen doen is vleugels bouwen om naar de wedstrijd toe te vliegen. Ja, en daarvoor hebben we vleugels nodig met een breedte van 8 meter. Let goed op. Welk stuk heeft een breedte van 8 meter? Dat oranje stuk, ja! Kom op, team! Vlieg maar mee! Er is nog geen teken van Blaze en zijn bouwvakkersteam. We zullen dus nooit te weten komen of ze... Wacht eens even. Dat is niet te geloven. Kijk eens wie daar aankomen vliegen. Dat noem ik nog eens een fraaie opkomst. Het enige wat ze nu nog moeten doen is een toren bouwen voor de wedstrijd eindigt. En dat is over 30 seconden. Maar 30 seconden? Uh-oh, dat is niet veel! Rustig maar, team. Ik heb wel een idee hoe wij supersnel een toren kunnen bouwen. We gebruiken lichtsnelheid! Yeah! Ja, kom maar op! Als je wil dat we met lichtsnelheid gaan, zeg dan... Knallen, Blaze! Kijken we nu welk bouwvakkersteam de hoogste toren heeft gebouwd. Oeh, die zijn hoog. En die daar is zelfs nog hoger. Deze is wat anders, maar ook de hoogste toren tot nu toe. Ik wist het, Pikkel. Wij gaan winnen. Ja, onze toren is de hoogste toren. Afgezien van die daar. Kampioenen van onze wedstrijd zijn Blaze en zijn super bouwvakkersteam! Gefeliciteerd, team! Ik wist wel dat we het konden. En om het te vieren bouwen we samen nog één laatste ding. Ja! Hey bouwvakkers, wat als we nou eens samenwerken en bouwen aan een racebaan? Ik bedoel, die grote kaasballen hebben zoveel massa. Pikkel heeft gelijk. Als we niet oppassen, worden we geplet door die grote kaasballen. Ik heb een ideetje. We bouwen een wegwals. Een wegwals heeft een hele grote rollende ton, die heel zwaar is. Hij heeft natuurlijk veel meer massa dan die kaasballen. En met meer massa kunnen wij die kaasballen pletten. Goed gedaan! Ik ben nu veranderd in een zware wegwals. Monster truck! Wow! Ik ben blij dat ik niet zo'n grote kaasbal voor jouw wielen ben. Kom op, team. Dan gaan we rollen. Als je een grote kaasbal deze kant op ziet rollen, roep plet hem! Dat was geweldig! Bedankt, maar er is vast nog meer kaas onderweg. Hou jullie ogen open en let op. Als je weer een kaasbal ziet, roep je... Plet hem! Plet hem!
ons. Hé, hey, waar is Pikkel gebleven? Ik ben hier! Ik ben jullie aan het helpen. Jullie maken ze plat en ik ruim alles op. Rukkelijk. Je bent een fijne teamgenoot, Pikkel. Oh, wat? Oh nee, sneller Rudy, sneller. Over een vizier zit. Het team van Crusher gaat 16. Om sneller te gaan dan Crusher en hem te verslaan, hebben we een nummer nodig dat hoger is dan 16. Welk nummer is hoger dan 16? 10 of 20? 20! En geef gas! Zo snel ben ik nog nooit gegaan! En ik vind het leuk! En de winnaars zijn Blaze en Pikkel! Gewonnen, Blaze! We hebben van iedereen gewonnen! Ja, het is er gelukt! Het is er weer gelukt! Oh, het is niet eerlijk, Rudy. Wij hadden moeten winnen. Jij en ik! Auw, fijn. Nu zit ik vast in het gat. Rudy, help me hieruit. Rudy, kom terug. Teamgenoten horen elkaar te helpen. Hallo? Hallo? Oh, ik kom nooit meer uit dit stomme gat. Pikkel komt je helpen. Pikkel? Pikkel, jij bent het. Haha, je komt me helpen. Dat klopt, maatje. Maak je mij niet ongerust, hoor. Ik trek je hier zo weer uit. Hey, Crusher. Ik denk niet dat ik je in mijn eentje op kan eisen. Je hebt best wel veel massa. Best wel veel wat, hè? Als ik nu een klein beetje hulp had... Ik help je wel, Pikkel. Hé, daar is Blaze! Oh, joepie. Pikkel, je hebt me gered. Je hebt me echt gered. Natuurlijk red ik je, maatje. Je bent mijn beste vriend. Maar zonder Blaze zijn hulp had ik je nooit kunnen redden. Blaze is de beste teamgenoot die een monster truck zich kan wensen. Jij anders ook, Pikkel. Kom op, help me om in een graafmachine met drillboard te veranderen. We hebben een beitel nodig. Een soort wig met een puntig uiteinde dat de rotsen splijt. Om een beitel te maken, roep beitel. Beitel! Oké. Nu hebben we een zuiger nodig die op en neer gaat en die op de platte kant van de beitel slaat. Om de zuiger te maken, roep zuiger. Zuiger! Goed zo! En tot slot hebben we een hefarm nodig die sterk genoeg is om de drillbord te dragen. Om de hefarm te maken, roep hefarm. Hefarm! Oh yeah! Ik ben een drillboor... Monsterdruk! Komen jullie mee? We gaan rotsen breken! Hou vol, hé! Zack en vrienden zijn onderweg! Om boven bij het ei te kunnen komen, moeten we alle rotsen breken zodra we ze zien. Dus als je een rots ziet, roep rots! Rots! Yeah! Het lukt! Zij denkt dat meer rotsen komen! Pak ze, Blaze! Dat gaan we doen! Als je een rots aanziet komen, roep rots! 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 Is het ei. Het is ons gelukt. Oh, eitje.
Zack, zorg dat jou niets kan overkomen. Kom op, team. Dan brengen we het ei gauw weer terug naar beneden. Wow! Jullie hebben het ei gered. Dat is fantastisch. Is dat niet fantastisch, Crusher? Ja, maar het was mijn idee dat ze het ei moesten redden. Dus dan ben ik nu ook een held, toch? Nee. Hey, jongens! Kijk eens in die boom! Ei-nest! Ei-nest! Kijk, ei! Jij thuis, zoals Zack heeft beloofd. Nu tijd voor Zack om te gaan. Braaf zijn, ei. Zack gaat jou missen. Tot ziens, ei. Wacht eens even, Zack. Kijk. Oh, oh, ei gaat uitkomen. Oh. Dat wil ik ook zien. Ah. Ei, jij geen ei meer. Jij een baby Trachodactylus. En jij zo schattig. Baby Trachodactylus, kijk! Jouw mama is terug! En zij is vast heel blij om jou te zien! Zack, dankzij jou is de baby Trachodactylus weer veilig thuis. Oh, maar dat zonder vrienden van Zack nooit gelukt! Geef me de band! Oh, Zack! Ik denk dat baby Trachodactylus je wil bedanken! Graag gedaan. Baby Trachodactylus geeft iedereen kusjes als dankjewel. Is dat niet lief, Crusher? Jakkes, als ik ergens niet van hou, zijn het wel dikke, natte zoenen. Nee, bedankt. Eeuw, zoenen. Bah. Klaar voor een grote knal door... Ontbranding! Oké! Het is gelukt! Nog maar één kanonschot te gaan. Met een kleine ontbrandingsknal landen we daar. Met een grote ontbrandingsknal komen we daar terecht. Om naar de overkant te komen... Hebben we dan een kleine ontbrandingsknal nodig of een grote? Een grote ontbrandingsknal, ja! Daar gaan we dan! Nog één grote knal door... Ontbranding! Ontbranding! Yay! Alle zeeschrijvers! Het is gelukt zo! We zijn aan de overkant van het meer! Arr, het was een echte knaller. Eindelijk, dit is de Piratenberg. Wow, dit is wel heel erg stijl. We moeten zorgen dat ze boven zijn, voordat die piratenramtrucks terugkomen. Hé, hey, weet je waarmee we extra snel naar boven kunnen? Een raket. Ja! Een raket maakt door ontbranding zo'n grote ontploffing dat hij heel hoog de lucht in wordt geschoten. Goed zo! Ik ben een raket monsterdruk! Alle kanonnen, je bent nu een echte raket! Horen jullie dat? Dat zijn de piratenramtrucks! Ze zijn terug! Kom mee, we moeten snel opstijgen! Tellen af tot ontbranding over 5 seconden. Tel je mee af? We beginnen bij 5. 5, 4, 3, 2, 1, ontbranding! Yeah!
Nu kunnen we eindelijk naar de schat. Volgens deze kaart ligt de schat begraven onder een groot kruis. Ai, een kruis markeert altijd de plek. Er zou hier ergens een kruis moeten zijn. Waar zien jullie een groot kruis? Ja, daar is het! Haha, de schat ligt hieronder begraven. Begraven hem op! Weet je wat? We gebruiken lichtsnelheid om de schat supersnel op te graven. Om mij supersnel te laten graven, roep... Knallenblaze! Knallenblaze! Kijk, hier is de schat! We hebben hem gevonden! Ja! Pak snel open en kijk wat erin zit. Oké, daar gaat hij, jongens. Wow! Wieldoppen. Het verandert in een grote racebaan. Wow! Fantastisch! Een schat waarop je kan racen? Alle kanonnen! Dit is een schatracebaan! Stap in, team! Dan gaan we racen! Yeah! Goed plan! Op uw plaatsen! Klaar voor de start!